Vorige week waren we nog modder aan het stampen op Stekkerfest hier in Utrecht. En vandaag ga ik eens even kijken bij de parade, wat voor leuke dingen daar allemaal te doen zijn. Wat verkoop jij allemaal? Nou, onder andere snoep, ja? Maar voor de grote mensen ook sigaretten. En allemaal leuke dingetjes, knipjes, bloemen, van alles. Het ziet er allemaal heel bijzonder uit. Dingen. Oh, dat is jeugdsentiment, dat draaien en dan... Ja, hebben we ook. Wat ben je aan waard? Ik weet niet. Want je moet hier eigenlijk geld in doen, hè, om naar de wc te kunnen. Ja. En hoeveel, want ben je dan 1 euro, 50 euro of miljoen euro? Ik denk dat ik wel wat waard ben, maar zoveel weet ik niet. Nee? Nee, ja. Heb je er zelf ook al geld in gedaan? Ja, mijn moeder heeft me wat gegeven. En wat heb je nog meer allemaal gedaan hier op de parade? Ik heb zelf boffertjes gebakt. En ik ben nog naar een voorstelling geweest. En welke voorstelling? Van die Hamlet. Vond je het leuk, Hamlet? Ja. En wat vond je het leukste ervan? Kijk, dat hij zo... Dat Joep zo borst een BH op ging doen. Die was roze, die BH? Ja. Dat is grappig, hè? Te gek. Meneer, bent u niet een beetje te oud voor deze zweefmolen? Ja, veel te oud. Ja, waarom doet u het dan? Omdat het zo leuk is. Ja, wat is er zo leuk aan? Ik doe het al 10 jaar, elk jaar weer een keer. Ja? Het is gewoon leuk. Ja? Ja, ja. Heerlijk. Het houdt je jong. Zweven. Wat zijn jullie? Wat doen jullie? Ik ben Jeroen, ik ben toneelspeler en ik speel Hamlet, de zielige prins. En wie is deze ontzettende knappe jongen met die kroon naast Dat ben ik. Nee, dat ben ik. Ik heb geen kroon. Ik ben Joep. Dat is Hallo. Joep. Dat is mijn beste vriend, maar hij is een beetje verlegen, dus zal ik anders maar het woord nemen. Ja, hij, maar jullie sluiten iemand altijd heel erg buiten. Ja, nee, helemaal niet. Dit is Tante Cora. Dit is Tante Cora. Die doet vandaag gebarentolk voor alle dove kindertjes. Oké, okay, en wat doe jij? Ik speel toneel. Maar niet, ja. Maar niet zo goed als ik. Maar niet zo goed als ik. Een gezellige vriendschap. Nou, ik speel alle rollen en hij speelt alleen Hamlet. Dat is helemaal niet waar. Kan alleen maar. Ik speel ook alle rollen. Joep zit gewoon weer vervelend. Dat is helemaal niet waar. Ik speel. Als je wil weten hoe het werkelijk zit, moet je maar gewoon komen kijken. Ja. Wil jij later kok worden? Met welke voorstelling zijn jullie? Ja, kijk je nou. Kijk je nou. Tinman en de telefoon. Aha. Oké, okay. Ik ben wel heel benieuwd wat er nou achter het masker is. Ja, dat zou je wel willen weten. Dat gaat dus niet. Nee, jammer. Helaas. Bijzondere glazen waarin je iets geschonken krijgt. Het is een Grand Marnier cocktail. Aha, oké. Okay. Mag ik er een proberen? Tuurlijk. Dankjewel. Hey, en je deed er 2 keer wat in. Wat, voor de niet-kenner, wat is het precies? Nou, dit is zeg maar uit de tap komt Grand Marnier met ginger ale. En dan doen we er spa rood bij en verse limoen. En uitlopjes 5. Oké. Nou, ik ga het eens dus even proberen. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dat is verfrissend. Lekker, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Nou, dat was een hele fijne dag hier vanmiddag op de parade in Utrecht. Van Hamlet tot poffertjesbakken, van het toilet tot de zweefmolen. Ik heb het hier onwijs naar mijn zin. Ik blijf nog even. Fijne dag, tot ziens.